In Nieuw-Zeeland vinden ze het top of the world. En ze vonden echt dat we erbij moesten zijn om foto's te nemen voor het tijdschrift. We hebben ook al stukken gezien in het museum. Vinden we een heel mooi kader om bloemstukken voor te stellen. Omdat we toch ook vinden dat het kunstwerken zijn. En we vinden Pim van den Akker toch wel tot de topkunst behoren van het Nederlandse bloemschikken. Dus we verwachten heel veel vanavond. Ik heb begrepen dat alle jurken van bloemen gemaakt zijn. Nou, dat is natuurlijk wel heel specifiek en mooi. Dus die man die kan gewoon heel veel met bloemen. Ja, druk bezig met de laatste voorbereiding. Het is bloemen altijd op laatste momenten. Het moet vers zijn. En dat is altijd even lastig, omdat alles tegelijk gaat. Ik heb dat in de krant gelezen. Het lijkt me best wel heel spannend. De kleding waarvan het gemaakt is. Dus ja, ik ben benieuwd. Ik ben nu de puntjes op de i aan het zetten bij deze jurk. Balletjes steken. Ik ken Pim dus al een hele poos, van toen hij nog op de opleiding zat. En toen woonde hij bij zijn ouders en gaf hij cursussen onder in de kelder bij zijn ouders. Ja, Pim is gewoon altijd heel bescheiden, vind ik altijd. En zijn ouders zijn altijd reuze trots en dat laten ze ook altijd zien. Ik vind het fantastisch. Ik ben heel benieuwd. Ik heb al wel, toen ik hier binnenliep, al wat dingen zien staan. Ik vind het echt heel mooi. Dus ja, ik laat me graag verrassen. Ik ben benieuwd. Ja. Ik heb heel in het verleden ooit, maar dan spreek ik over 10 jaar geleden, iets van hem gezien. Want hij had net een boek uitgebracht. En ik ben hier nu omdat het museum me heeft uitgenodigd, omdat ze zo enthousiast zijn. En ze de afgelopen jaren, en dat heb ik wel gezien, met lichtjesavond allerlei dingen van hem hebben gedaan. Zijn stukken die in het museum zo her en der verspreid staan, zijn schitterend al. Dus ik verwacht heel wat van de show, maar wat ik precies moet verwachten, ik laat me verrassen op dat gebied. Ik ga nu de visagier, make-up wordt gedaan. Sommige jurken zijn natuurlijk best wel extreem en daar passen we de make-up dan ook weer op aan. Dat het wel weer wat extremer make-up ook mag zijn. En sommige zijn wat softer, wat een naturel ligt aan de jurk. Het is lekkere wilde extreme make-up. En ja, de jurk is op zich heel behouden, maar het is wel ja, bruin leer. Dus dat is toch wel een beetje ja, wild en ik dans wild. Dus het komt wel goed terug. De mengvorm kunst en mode is natuurlijk een bekende, maar wel eentje die heel spannend kan zijn. Dus we verwachten er heel veel van. Het is de eerste keer dat ik zo'n soort jurk aankrijg, dus het is wel heel speciaal voor mij. Ja, ik vind dit toch wel heel leuk. Het is toch wel even wat anders. Dus dit vind ik toch wel leuker dan een normale jurk. Het is voor mijn moeder. En jij moet mee. Ja. Hij wordt hier mee naartoe gesleept, omdat ik ben zeg maar uitgenodigd. Ik heb meegedaan met het ontwerp voor de tulpvaas. Ja, toch wel heel verrassend, dat alles met bloemen, denk ik, is aangekleed. Maar ja, hoe dat er precies uitziet, of je daarin kan lopen, dat weet ik niet. Nee, dus... Dat is een venuskelk. Dus daar gaat wit wijn in met aardbeienlikeur.